Tinky.nl. Het beste voor je hond. Mijn naam is Germa Lievers. En de afgelopen jaren heb ik het traditionele reclamebureau van mijn ouders omgebouwd naar een van de meest toonaangevende spelers op het gebied van digitale marketing in Nederland. En dat het succesvol is, dat blijkt. Afgelopen jaar wonnen we 2 keer FD Gazelle. 2 keer Deloitte Fast 50, maar mogen we ons bovenal een van de partners van Google in Nederland noemen. En nu denkt u, is het dat het dan? Nou, voor mij niet. Ik ben namelijk altijd meer uitvinder dan manager geweest. Ik mag me heel erg gelukkig prijzen met een super specialistisch, zelfsturend team bij Team Nijhuis. En toen liep ik op een dag in het bos en dacht, what's next? Wat ga ik nu doen? En toen dacht ik aan de hondenwereld. Een miljoenenmarkt die slaapt. En ik neem u mee in het verhaal van Tinky.nl. Nou, wat is nou het probleem in de hondenbranche? Uit onderzoek blijkt dat advies de reden is waarom nog 95% van de hondenliefhebbers in de fysieke winkel koopt. En tevens uit onderzoek blijkt dat prijs de reden zal zijn waarom men online zou kopen. Goed om te vertellen dat momenteel 5% van de hondenliefhebbers al de producten online koopt. Het allergrootste probleem: er bestaat geen website die advies geeft in zaken producten en waar men prijzen kan vergelijken. Nou, de oplossing is: maak kennis met Tinky.nl. Een platform waar hondenliefhebbers geld kunnen besparen door te vergelijken. Momenteel 60.000 producten van 700 merken. En ook advies kunnen krijgen door tekst en uitleg rondom de productgroepen. En daarnaast kunnen hondenliefhebbers eigenlijk alles vinden wat honden aangaat. Denk aan advies, kennis, nieuwe producten, verzekeringen, e-books, etc. De economische waarde is 500 miljoen. Dus elk jaar wordt er ongeveer 500 miljoen uitgegeven door hondenliefhebbers. Uit diverse studies blijkt dat de markt gaat groeien. Online. Dus de huidige markt groeit niet, maar het online deel van de markt gaat groeien. Momenteel wordt er voor 50 miljoen jaarlijks aan producten gekocht. Dit stijgt richting 2020 naar 1 miljoen of 100. Dus een paar jaar vanaf nu wordt er 100 miljoen euro besteed aan hondenproducten. Nou, concreet betekent dit dat we een businessmodel gevonden hebben waarbij we meer opbrengst genereren voor de aangesloten winkels en uit die meer opbrengst betaald worden. Dit verdienmodel heeft zich overigens ook bewezen in heel veel andere branches waar al een dergelijk initiatief is. Goed om te weten dat we op dit moment 1000 bezoekers per dag hebben. Dat is best veel voor een website die pas sinds 4 oktober jongstleden live is gegaan. Maar dat is nog maar het begin. Want hopelijk dankzij uw investering staan wij nu hier en gaan we hier naartoe. Elke dag groeien de bezoekersaantallen. En concreet, hoe meer bezoekers, hoe meer omzet en hoe meer resultaat voor Tinky.nl en hoe beter ik in staat ben om uw investering terug te verdienen. Ik wil u alvast bij voorbaat danken voor het vertrouwen en we gaan er echt een ongelooflijk succes van maken. Kortom, ik heb geloof in Tinky.nl en samen met u wil ik het beste voor je hond. Tinky.nl, het beste voor je hond.